Sportweek TV. Hoe heb jij de post-Olympische maanden verteerd? Door heel ontspannen te leven eigenlijk. Niet te veel met je hoofd bij het baanrennen. Niet te veel met je hoofd bij het sporten. Even een beetje klaar ermee? Ja, zeker. Omdat je zit toch jarenlang in een bepaald ritme te leven. En dat is dag in dag uit hetzelfde. Vast stramien. Dat kan zwaar zijn. Het is natuurlijk ook heel erg leuk. Daar kan op een gegeven moment ook een soort verzadiging optreden. En als je toch 5-6 jaar heel hard op één plek aan het werk bent, dan is het niet gek als je 2 maanden na de Olympische Spelen dat je nog steeds even de accu aan het opladen bent. En dat is gewoon ook nodig. Als je dat ook niet doet, dan en één ruk doorgaat, dat kan ook niet goed zijn, denk ik. En je bent gewoon even een paar maanden even lekker met je hoofd ergens anders. En dat is alleen maar goed, denk ik. En nu weer helemaal fris? Zeker. Ik heb lekker getraind en niet zo heel veel op de baan gesprint. Veel op mijn wegfiets gedaan, dus dat is eigenlijk weer een hele nieuwe aanpak. Dat is gewoon heel erg leuk. Vanochtend op Alkmaar getraind. Tijden zijn helemaal niet zo heel gek, dus ik zit op een behoorlijk niveau. Dat is alleen maar mooi dat je met een ontspannen gevoel toch een redelijk hoog niveau kan halen. Dus we zullen met de EK wel zien wat eruit komt. Dat wegbaanverhaal, dat zal je altijd gevraagd blijven worden natuurlijk. Hoe zit het? Ga je naar de weg? Blijf je op de baan? Ga je het combineren? Wat ga je doen? Je hebt van allerlei opties inderdaad. Wat je zegt, je kan het combineren. Hoewel dat wel heel erg moeilijk is. Ik denk toch, als je het probeert, dan moet je echt een keuze gaan maken tussen de twee. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Want als je het één doet, dan moet je het andere laten. En wordt het ook nog eens een keer heel erg moeilijk om ooit nog eens een keer terug te komen. Dat wordt gewoon een allesbeslissende keuze zal dat worden. Voor de rest van je carrière misschien wel. En dat neemt gewoon een heel groot risico met zich mee. Dus ik hou alle opties open. Natuurlijk zou ik het heel erg leuk vinden om de weg een keer te proberen. Dat weet ik nu nog niet. Ook omdat het meer omdat ik ook gewoon nog niet te veel met mijn hoofd bij de toekomst zit. En natuurlijk denk je er wel over na. Wat je zegt, er zijn verschillende opties. Maar ja, je moet eerst, wil ik gewoon even nog de accu opladen. En dat is gewoon heel erg belangrijk op dit moment. Is die accu genoeg opgeladen voor het EK-baan? Ik denk het wel. Kijk, EK-baan is geen Olympische Spelen. En Olympische Spelen zijn gewoon van exceptioneel niveau. En EK-baan is gewoon een stukje, zo'n trapje lager. En ik denk wel dat ik de benen heb om mee te kunnen doen voor de prijzen. Als ik het haal, dan is het mooi. Als ik het niet haal, geen ramp. Maar de accu is wel volledig opgeladen, denk ik. Wat is jouw richtpunt eigenlijk dit jaar, dit seizoen? Dat heb ik eigenlijk bewust nog niet gesteld. Omdat ik toch eerst eventjes het ontspannen gevoel wil behouden en nog niet echt het gevoel van moeten wil krijgen. Het is heel makkelijk om je heel snel een doel te stellen. Wat zou je misschien heel erg vooruit helpen op de korte termijn. Ik kijk toch meer naar de lange termijn, naar Londen bijvoorbeeld. En dan is maar de vraag of het verstandig is om bijvoorbeeld zo snel mogelijk alweer revanche te nemen, weet je wel. Dus misschien is het goed om een goed plan te maken voor de komende 4 jaar. En niet te hard van stapel te lopen. Dat begint eigenlijk, de basis is eigenlijk gewoon goed uitrusten. En gewoon fris nieuwe dingen uitproberen. Wat ik nu eigenlijk ook een beetje doe. En aan de hand van dat plan verder kijken. En dan toch ook stiekem een beetje kijken waar je staat, denk ik. Dit weekend ook met het EK-baan. Ja, zeker. En dat is gewoon heel erg leuk. Vorig jaar kon ik niet mee, of heb ik niet meegedaan aan het Europese kampioenschap vanwege de Olympische Spelen. Omdat het voor mij te vroeg in het seizoen was. En dat is ook leuk dat je gewoon even voor eigen publiek kan rijden op je eigen baan.
Ja, toch een soort goedmakertje eigenlijk van vorig jaar. Sportweek TV.